Rebecca Spellenstream. Freddy, oh, je kan... In hem zitten. Ja. Oh, je zat net in hem als Mac. Mijn droom. Huh? Oh, jee. Oh, jee. Oh, jee! Wrap around, tap around. Oh, oh, what the fuck? Oké, wrap around, tap around. Ja. Stop. Loop over de terrein. Je kan echt stoppen. Hide. Is dit hier nooit? Dat zit hier nooit, dus... Nee, dat is niet eens eng, dus... Als ik moet kiezen, dus... wat was het? Great and lame. En lame? Dan ga ik toch voor... magneet zijn great. I'm sorry, it's lame. I'm sorry. Waarom vraag je het aan als je gewoon je antwoord hebt? Als er een mogelijkheid is dat het uitkomt in 2022, dan mag je dromen. Gewoon zelfs als het echt van, nou, dat gaan ze nooit halen. Maar er is een mogelijkheid. Maar je gaat me niet vertellen dat je Star Wars van Quantic Dreams in je lijst hebt. Heeft hij een datum al? De maker heeft gezegd, hij heeft natuurlijk geen datum, maar hij komt ongeveer uit in 2027 ongeveer. Ja, dan kun je niet eens dromen, dan ben je al aan nee, wakker geschud. Ik dacht, misschien heb je die maar waarom lijst... ben je zo zuur aan het doen? Nee, dat maar dan zou mijn hele lijst heel anders worden. Nee, maar je gaat geen skate 4 in je lijst doen. Zijn. Skate 4 zou kunnen. Nee, oh! Heeft het een datum? Wat heeft hij een datum, toch? Nee. Heeft hij een datum? Vorig jaar kwam die goos van Skate 4. Hun logo was nog niet eens klaar. Hij heet vader, maar zou hij echt zijn zaad moeten mogen kunnen verspreiden? Hoezo niet? Waarom mag hij zijn zaad nou weer niet verspreiden? Omdat hij vraagt hoe ik een trucje moet doen. Dus even, nee, jij mag niet meer. Oh. En Timo gaat eens douchen. Dat hoeft dus niet. Dat is zonde van mijn tijd en van mijn geld. Hij ruikt amper nog. Ik ruik dus niet, ja. Sommige mensen die hebben zo'n zweten wel. En ik zweet gerust wel eens af en toe. Maar ik stink dus niet. Weet je wat het is als je te lang genoeg bij jou bent? Je gaat wennen aan de geur en dan ruik je het na een tijdje maar niet meer. Maar ik stink ook dus niet. Mijn zweet stinkt dus niet. Ja, ik ruik het dus niet meer. Nee. Dus dan, wat is dan het probleem? Dat is zo zonde. Shampoo is niet goedkoop. Maar ik zit dus wel aan te denken om dit jaar gewoon goed voor te nemen. Plaktoets. Hoe kan het nou niet werken? Het is plak al. Heel slijmerig. Stoofpotfilosoof. Die zegt, lekker zo'n spelletje. Mijn werk is gekocht. Lekker spelen. Met mijn ex. Die is toch zo goed in liegen en bedriegen. Kom op even. Ja, maar ik vind hem goed, zeg maar ik heb het gevoel dat zijn stem beter is. Dus hij dat ja, gewoon ja, wil dat is prima. Dan is het oh. Gewoon, oh, sorry, ja, maar sorry. Ze dus moet jou ook gaan voice-over, want dit gaat ook helemaal mis, of niet? Dat vind ik niet leuk. Kom op. Maar misschien moeten ze echt samen dansen, die poppetjes. Het is echt elkaar... Het is maar tango dansen, zeg maar. Het is wel echt samen iets doen, dus elkaar vasthouden dan. Zo intiem schuivelen of wat dan ook. Je zegt dat woord tango alsof je echt agressief bent. Tango. Ah, tango. Ah, tango! Doe normaal team hoor, we zijn al bijna geband vandaag. JK, you follow me on Twitch, it's Egbert Live. Mhm. Dat doet hij wel gewoon. Niet gaat doen. Ja, tuurlijk. Ja, ik volg je wel, tuurlijk. Mhm, ja. Nee, mijn Vigil is ook nutteloos. Wat welke kiezen jullie? Jullie weten echt zo uit je hoofd wat jullie gaan kiezen. Je hebt Lion, maar dat is wel een coole naam, dus. Ik heb vandaag van die chibis gekregen van Yubi. En daar zat deze niet bij, dus dan dacht ik, nou, moet u nu maar spelen voor de compensatie. Is dit gewoon zo'n spreekwoordelijke flex dat ik hier al zeker doen? Zeker. Mag je het spel eerder spelen, nu krijg je gratis spullen. Ik voel me al kut omdat ik mezelf ben. Er zat zelfs een briefje erbij. Pew pew pew. XO XO. Dus ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, maar... Je komt hier binnen, je gaat alleen maar cool doen. Oh, ik ben Tondersma, ik heb een zwoele stem. Oh, ik mocht het spel eerder spelen. Oh, ik krijg spulletjes ook nog weer. Hey, laat ons gewoon met rust, laat ons leven, zeg maar, denk ik dan. Oké, wie is de leider of is het een domme vraag? Jongens, we gaan wel sneaken, heb ik gehoord. Ja, ja, ja.
Kom op. Oh ja, ja, ja. Excellent. Ammo. Oh, van maar mee dat je hem niet ging pakken. Je hebt het gepakt, wat een kutjoch ben je nou, joh. Dit slaat helemaal nergens. Je verpest het hele spel voor mij. Hoe, wat? Wat doe je? Ik had ammo nodig. Timo, joh. Dat is net beestachtig, joh. Wat een joh. Hey, laatste seconde. Hoe bedoel je? Peter, ik ben dood. Ik ben officieel dood. K.O. What the hell, team? What the hell? Are you serious? Dit is allemaal 1 HP, joh. We zijn net begonnen met deze map. Just head back to the helicopter, guys! Take down this wall, guys. I got it. You shot neither with your shotgun! What are you doing? No shotgun, you fool! Everyone is hearing us with their ears! You fool! Sorry man. No problem. Ja, ik kreeg ook een belangrijke vraag. Die is ook voor jou misschien heel belangrijk, Peter. Wat vind je ervan dat de spookslot weggaat uit de Efteling? Mensen worden gek. Spookslot. Spookslot. De Efteling. Ja, wat is het ook weer? Ververs mijn geheugen. De boot die koprol gaat doen? Nee. Het is echt zo'n show. Oh, is het achter het glas een aquarium waar een spook heen en weer gaan schuiven en niks gebeurt? Je denkt dat er gaat iets gebeuren? Ja. Ja, dat boeit me dus helemaal nul. Dat kan ik je vertellen. Ik ga je gewoon vertellen. Dat is zonde van de ruimte dat ze nooit moeten maken, die troep, joh. Die troep hadden ze nooit moeten maken. Dat neemt echt gewoon nog 5 kilometer over ook. Opkutten met die troep. Gooi het goed vol met water. Doop er een orkaatje in. Ja. Die kun je gewoon makkelijke orka doen. Laat hem zit er al zoveel in de zee, zo. Hè? Zoveel in de zee die we nog kunnen vangen. Ja, echt. Er zijn echt nog meerdere in de zee die we kunnen vangen. We kunnen ze gewoon trainen, hè. Dan kunnen ze maar op surfen. Moeten we niet, zeg maar... Ik had de poepie laten. Dan was ik echt gewoon gestopt. Ik noem het een poepie. Moeten we niet... Dit is gewoon een voortreurig moment, hoor. Ja, een voortzielig momentje mag ik nog wel even doen. Veel door, terwijl ik binnenkom hier. Rauw! Zijn nou niet rauwen? Dat is helemaal niet eens piraten. Je bedoelt jar. Je zit te rauwen de hele tijd. Rauw! Nergens op. Wat bedoel je? Piraten? Die hebben zo'n kreet altijd, zeg maar. Ja, jar doen ze om een of andere reden. Rauw! Peter, ik ga wel gewoon gelijk iets uitkallen. En ik hoop dat Sea of Thieves nu kijkt. Want ik wil begin boos te worden. Oh, we zijn nog eens begonnen voor mijn gevoel. Nee, maar je hebt heerlijke nummertjes in het spel, hè? Ja. En ze hebben een samenwerking met de Pirates. En ze hebben Hansie, onze favoriete Hans, niet eens een nummertje gegeven in het Waar spel heb jij om te het spelen. Over? Je kan gewoon Hansie Zimmer. Echt zijn bekendste nummer kun je spelen. Echt? Ja. Dankjewel. Hoe bedoel je? Ga niet live. What is it? Heel het spel slam dunken als je niet weet waar je het over hebt. Oké, wat gaan we wel moeten hebben? En hier moet de Twin Palm zijn dan. Eten slangen werkelijk fruit? Ze honger hebben waarschijnlijk. Neem zo'n halfpie of twee. Rechts. Hé, maar dit is toch... De rock spine? Oh. Ik voel me niet zo goed. Wat heb je nou weer gedaan? Niks. Kom, ga verder. Te snel, ik doe ook die vogel! En die vogel! En dan wil jij nog een heel boost? Ik heb er nog 2. Ja. Dus neem ik er nog 1. Peter, je gaat het. Geef gewoon serieus aan mij. Nah! Oké, dan kunnen we verder. Je bent echt een walgelijk figuur, hè? Heb je niet echt net een medkit opgepakt? Je hebt net een medkit opgepakt zonder te... Een droevige droeftoeter ben je. Zonder te bespreken. Nog droeviger dan een droeftoeter. Timon, Borik is erbij. Henk, nummer 69. Het is die Chopperman! Het is die Chopperman! En daar is hij! Het is die Choppertje, het is die Choppertje. Okay, yo, what's up, guys? Focus, alsjeblieft. Focus.
Do you have a microphone? Microphone? We need to communicate, man. But this is a hard level. Do you have a microphone? Doe nou normaal, type one. Maar het begint allemaal... Hello! Hey, doe nou normaal, het begint allemaal bij jezelf. Normaal communiceren, anders ga je nooit een goed team worden. Ik vraag alleen voor je microfoon, hè. Nee, je vraagt niet gewoon alsof je... Je wordt echt boos. Gaat hij ook dansen, zoals Dex Frans deed? Hij gaat piepen, hij vindt het helemaal niks. Hij vindt het echt helemaal niks! Ik zei dat dit is echt een kutbeest! En als ik ga spelen... Vindt hij mooi! Vindt hij mooi! Ja, wat ja, tuurlijk! Stinkbeest, joh. Dit is echt een liefie! Ik zei dat het irritant was. Oh, kom, ben je een lekker mannetje? Ben je een lekker mannetje? Fucking bitch! Hij is heel cool aan het praten. Huh? Ah! Wie jij nou? Ik heb mezelf geschoten! What the fuck was dat? Hij wil ons neerhalen. Een meerman. Kijk. Ik ben er nog niet. Kom, hij is open, hij is open. Echt? Was hij gewoon zeer? Ik dacht hij bij jou was. Is hij niet al beneden? Hallo, waar is die gast? Hey, Timon! Hey! Wat is er? Ah! Wat is er? Pak de kist! Omdat we die gozer gingen checken! Hij heeft hem niet eens gezien ook! Oh, wat kut, is echt heel dom van ons. Oh, nu moeten we echt hopen dat die kisten die we hebben echt heel veel waard zijn. We hebben dit allemaal weer voor niks gedaan, diezelfde missie voor niks. Dit is echt niet normaal. Oh ja. Ja, ik denk niet dat ik die ga kopen. Het ziet er echt niet uit, eerlijk gezegd. Wat? Het ziet er echt heel erg... Je loopt erbij als een gimpie. Kijk, is er niet een beter of zo? Hier, deze. 13.000 euro. Kijk deze. Hier, kijk deze. 13.000 euro. Dit is mooi, deze is mooier, hè? Dit is echt maar 1/3. Deze is veel mooier. It's easy to start a battle against wild Pokemon. Heb ik van jou geleerd, dat is de eerste zin. En nu ga je naar de laatste zin. Yeah. Press X button. It will allow you to toggle between thrown items. Ja, dat is het. De rest is filler. Ze proberen het spel langer te maken, zodat ze op een doosje kunnen zetten. 80 scannen. Uur. Moet gewoon scannen, zo lees ik mijn boek ook altijd. Ja, lees het. Nee, scan ze dus. Het is echt wel een mooi spel. Wow, kijk, wow, deze is wel mooi. Emblems of Sub. Hoe kan dit nou? Maar dit kan je gewoon niet... Iemand heeft dit getest, niet heeft je al geschreven. Wat zei hij, jongens, is dit goed? Ik heb iemand in elkaar gezet. Ja, ik heb nog niet zoveel met 3D-programma's gewerkt. Ik word de laatste game waar ik aan werkte, was die op de Game Boy. Ja. Hè? Voor hier ziet het er wel goed uit. Ik komt echt de baas. Komt weet je wel zeker dat het scherp is? Volgens mij is het wel oké, toch? Kan het scherpe tegenwoordig? Nee, toch? Het is gewoon goed. Dit is de Switch al HD tegenwoordig? Nee, volgens mij doet Nintendo er niet aan, hoor. Dus, ik word echt gek hier. Ik word echt gek. Hij zegt wel van, weet je wat? Ik maak wat meer diepte daar rechts op mijn kraag. Dan plak ik wel iets 3D op. Dan komt het er wat meer uit. Wat is het, hè? Echt, wat moet je voorstellen? Misselijk. Dat is dus kunst. Maar het gaat nog leuk worden, jongens. Niet alles is, zeg maar, hoe het eruit ziet. Het kan gewoon nog leuk worden. Kijk, dat vind ik wel mooi. Laat ze die mooie delen van de open world zien. Nee, maar waar je kan... Ik hoop dat ik daar een keer kan staan. Ik hoop dat ik hier een keertje mag rondlopen om te ontdekken. Dat is er echt geen zin in gewoon. Ik heb echt gewoon geen zin in. Oh, zag ik daar nou? Oh shit, nu is het klaar met laden. Ik kan hier uren naar kijken. Er zitten zoveel easter eggs nog in allemaal. Hop! Okay. Dit is hem niet. Nee, het is gewoon een andere. Het is level 3 deze. Maar dit is al een male horse. Ja, dat is jong. Hij is
Wat? Ik ben echt klaar met het spel ook. Dodge! Oh, nee. Dodge dat! Ja, hey, ja, je zegt het echt! Hoe snel word jij boos? Dodge! Je zei niet eens één keer, doe je. Wat snapt. Bedoel je? Je wordt aangevallen en je bent bukken! Je snapt instant! Jij snapt instant! Ik zit een uur te kijken naar wat de fuck ben jij doet! Jij snapt instant! Je moet drie Pokémon vangen en je doet helemaal niks de je hele tijd! Je hebt niet één keer gezegd Dodge! Je snapt gewoon instant als je geflipt bent! Je bent de hele tijd voor elk projectiel aan het staan! En het huh? Even kijken of ik hem kan vangen. Hij heeft me gezien. Huh, hij is weg. Huh, ik zat nog in de bosjes. We zitten in een tutorial. We zijn al 2 uur bezig. Dit is geen tutorial meer. Dit is het spel. Dit is de tutorial. Dit is het hele spel, gast. Dit ja, is het spel. Wordt het leuk. Waar wordt spaghetti normaal van gemaakt? Hè? Waar wordt spaghetti normaal van gemaakt? Van die sliertjes, toch? Oh, hij is van sliertjes gemaakt, ja.